Hallo, hallo, welkom terug bij het derde en laatste uur van de Monza 3 uur. Ter testen van mijn nieuwe stuurtje. We zijn inmiddels een dag verder. Deel 1 en deel 2 heb ik gisteren opgenomen. En gisteravond nog een heel stuk geraced online. En nu gaan we deze race afmaken. We liggen, als ik het goed heb, ergens 19 of 23ste. Maar we gaan het zien. Kijk hoe ver we komen. We hebben net een pitstop gemaakt. Dat is de laatste pitstop. We liggen inderdaad 19e. Ik heb allemaal pitstops gemaakt. Ik zie een paar mensen voor me die het nog wel moeten maken, maar die liggen ver weg. Dus ik verwacht niet dat ik daarmee een prijs voor plaats ga winnen. Ik zie nu wat mensen in de pit staan, maar zoals ik al zei, een gemiddelde pitstop is 30 seconden. Inclusief in- en uitrijden, denk ik niet dat ik bij hen nog in de buurt kan komen, maar we gaan het zien. In de pits nog. Oh, die kwam er net uit. Mooi, we hebben een strijd. Zeventiende, de McLaren voor ons, nummer 69. Ik weet eigenlijk niet meer tussen wie ik zat voor mijn pitstop gisteren. Maakt ook niet heel veel uit. Even kijken of we een beetje kunnen naderen aan wat mensen. Het is natuurlijk niet alleen de auto's, maar ook de coureurs hebben verschillende stats. Dus het zou zomaar kunnen dat de auto die net te snel was voor mij, tot nu wellicht niet is. Toch nog wat plekjes op kunnen schuiven. Mits we natuurlijk zelf geen domme dingen doen. De snelste ronde deze race van mezelf was 1.51.3. Dat is zelfs een tiende sneller dan wat ik gekwalificeerd heb. Het is nog steeds wennen. Maar ik heb wel het idee dat ik beter, zeg ik, terwijl ik nu mezelf uitrem. Dat ik beter aan mijn stuur ben gewerkt, maar de rem blijft een ding.
blijft een gewenningsdingetje. Kijk, dat is harder moeten remmen hier. Ik heb het in ieder geval niet gehaald. En dit gaat helemaal niet goed. En dit is dom, hè? Het is leuk om terug te kijken. Straks heb ik hier nou vol geremd of remde ik gewoon niet hard genoeg? In any case, dit soort foutjes kost je gewoon heel veel posities. Car on the left. Clear on the left. En de verschillen zijn te klein om ze ook weer in te halen. Car on the right. Clear on the onze vrienden de Ferrari en de Mercedes van bij kunnen halen. Het is evenly matched allemaal. Lijkt wel weer in te lopen.
toen weer, vind ik ook even met andere auto's. Gisteren met de Ferrari en de Evo en de McLaren 720 geoefend. De McLaren ligt me ook erg lekker. Maar ik kan iets wat minder leuk met hobbels omgaan. Dus wat ik met die Aston uithaal hier, met curbstoontjes, dat moet ik met die auto niet doen. En ik ben er wel categorische seconden langzamer mee, terwijl ik toch echt wel heel snel voel met McLaren. Ferrari ook, maar die vind ik eigenlijk nog steeds te zenuwachtig. Iedereen is helemaal lyrisch over de Ferrari Evo op internet. Dat het zo'n goede balansauto is, dat die eigenlijk op elk circuit wel past. Ja, ik kan er gewoon niet zo goed mee overweg. Ik haal vergelijkbare tijden, maar ik maak nu wel een paar foutjes met de Aston. Maar met de Ferrari maak ik elke 3-4 ronden gewoon een fout die ook meteen kostbaar is. Wat meteen resulteert in een spin of een ander gedrag waar je gewoon heel veel tijd mee kwijtraakt. Dat hobbeltje net had ik niet op de Ferrari moeten doen. De Aston Martin is natuurlijk gewoon eigenlijk gewoon een dikke Engelse sportwagen. Met bijbehorend gewicht. Met name ook voorin natuurlijk met de motor. Ja, zo'n Ferrari heeft dat gewoon niet. En die stuit het dus over zo'n hobbel heen en dan gaat het in alle kanten op. De McLaren ga ik wel meer oefenen, want het rijdt erg lekker. Heel agressief. Ook al ben ik er nu nog een seconde langzamer in dan de Aston. Uiteindelijk gaat het gewoon genieten van de ervaring. Punten scoren, hoog eindigen. Wat eer en roem, zeg maar. Leuke motivatoren. Uiteindelijk gaat het om de raceervaring. En die is in deze sim toch echt wel heel goed. En misschien dan niet zo evident op een lang, hoge snelheidscircuit als Monza. Maar we gaan naar een korte baan als Brands Hatch. Zandvoort, Alton Park. Het zijn echt straatvechtercircuitjes. Zo noem ik het maar. Smal, bochtig, weinig uitloop. De uitloop die er is, die kan je dan wel gebruiken. Het is geen vangrails, maar bijvoorbeeld bakstenen of straatstenen. Waar je dus echt wel nog wat verder kunt duwen dan het circuit groot is. Dat zijn toch echt wel circuits waar je... Ja, waar je goed moet shinen, zeg maar zeggen. En waar de raceervaring dus ook heel groot is. Want het is allemaal close. Alles rijdt dicht bij elkaar. Af en toe zijn er wat tikjes die uitgedrukt worden. Kleine wieltjes, niks heftigs. British GT Pack, de DLC die sinds enige tijd uit is. Vandaag ook uitkomt voor PS4 en Xbox, geloof ik. PC heeft hem al een tijdje. Daar zitten dus ook tracks als Snetterton, Donington en Alton in. Dat zijn echt oude Britse circuits. En je ziet gewoon dat dat circuits zijn die een historie met zich mee hebben. Omdat er eigenlijk kan het niet meer qua veiligheid. Als je kijkt naar de hedendaagse Grand Prix circuits of in ieder geval klasse 1 circuits. Dat is, ja, breder, meer uitloop. Wat veiliger, zou maar zeggen. Monza is natuurlijk ook een heel oud circuit, dat zie je ook wel terug. De oude oval wordt natuurlijk al jaren niet meer gebruikt.
Vroeger was dit circuit zonder de chicanes. En dan het oval circuit. Dat was de tweede ronde. De even ronde, zo je wil. De oval ligt er nog steeds. Even opzoeken, Google Maps. Zo ongeveer hier ga je eigenlijk achter de porta, ga je de overkant op. Dat is tot in de jaren 60 nog Formule 1 gebruikt, maar dat was echt moord op de auto's. Ook mooi te zien in de film Grand Prix uit de jaren 60. Dan komt het circuit mooi naar voren. Brands Hatch is een circuit van 1929, Donington, Snetterton, Silverstone. Het zijn eigenlijk allemaal circuits die een beetje wat later zijn ontstaan. Volgens mij vanuit oude luchtmachtbasis uit de Tweede Wereldoorlog. Side fighters, side bombers, maakt niet uit. Maar tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog had Engeland natuurlijk heel veel luchtmachtbasis. Voor zowel de Britten als de Amerikanen. Ja, wat doe je daarmee? Sommige zijn nog steeds gewoon verlaten plekken, andere hebben ze gewoon circuits van gemaakt. Veel van die plekken hadden een 2 of 3 landingsbanen, gewoon om met de wind te kunnen omgaan. En daar liep dan een weg omheen, een taxiway liep er omheen. In plaats van wat je tegenwoordig ziet met taxibanen die even weinig zijn dan de runways. Ja, en van die taxibanen eromheen. Er zijn heel vaak circuits gemaakt. Bij Silverstone zie je dat heel duidelijk. God, wat moet ik versturen hier. Blijft een wendingetje. Lekker verder, nog 40 minuten te gaan. Beetje wijd. Ach. Langzaam kom ik dichterbij bij de nummer 5 Mercedes. Dan kan ik mij herinneren dat ik een paar maandjes geleden, een paar weken geleden, deze race ook gereden heb, 3 uur. In de Aston op AI 93. Waarbij ik toch met 2 vingers in mijn neus won. Dus ergens tussendoor is de AI ook weer een beetje aangepast. Want als ik al zei, ik heb inmiddels gewoon mijn snelste tijd ooit hier gereden. Dat betekent dat dit stuur toch echt wel een goede aankoop is als het gaat om tijden. Vind ik het sowieso qua feel.
De steering lock is echt het grootste voordeel. Nu gewoon een steering lock heb je 1 op 1 is met de beweging in het spel. Maar ik had niet verwacht 18e te liggen. Eerlijk is eerlijk. Zelfs ondanks de foutjes die ik gemaakt heb. We hebben dus ook weer verder gaan met een British GT kampioenschap, zeg maar een offline kampioenschap. Zit ik ook op de race van Donington, ben ik heel veel aan het oefenen. En als ik het goed heb, aankomende zondag doe ik mee met een online race, one-off, met Racing Club International. Met de charmante naam Chonkers and Small Boys. Het gaat over een gemixte race tussen GT3's en GT4's. Ik denk dat ik daarin in de GT4 klasse ga rijden in een G55 Ginetta. Dat is aankomende zondag. Ik weet nog niet of ik die stream. Maakt er tegenwoordig wel een gewoonte van dat ik online races bij communities, dat ik die stream zelf. Naast dat ze misschien zelf ook wel een community stream hebben met commentaar. Je ziet daarin dat, wat ik al eerder zei in uur 2, dat de simracing community met snel internet en wellicht ook door COVID en alle lockdowns wereldwijd echt wel een vlucht aan het nemen is. Kijk alleen maar naar de e-sports British Championship. Zo, British GT kampioenschap. Maar als het goed is, David Baldwin, als die heet. Die heeft vorig jaar dat online gewonnen. Die heeft dus gewoon een contract gekregen. Bij het Jensen Buttons Rocket Team. En heeft dit jaar dus gewoon live gereden. In de 720, McLaren 720. Nou, dan ben je dus gewoon een gamer die ineens professioneel autocoureur is. Hoe gaaf is dat? Foutje. Nou, dan gaan we meteen je lead. Platform als dit, of iRacing, of Race Room. Die ken ik zelf niet, die andere twee. Ik leg me met name toe op deze sim. Ik hou van GT. En waar het voor staat. Er zijn wel foutjes te maken nu. Slordigheidsfoutjes. Hoe dan ook, je ziet eigenlijk dat simracen een hele grote vlucht aan het maken is. Het zou mij niks verbazen als het ooit zelfs een Olympische status krijgt, of een sportstatus krijgt. En zelfs endurance races zie je nu, omdat, nou met name ACC, ik weet niet hoe die andere platforms dat dragen, maar met name ACC, die maakt het gewoon mogelijk om ook van rijders te wisselen. In te loggen wanneer jouw teammaat klaar is en dan die auto over te nemen en dan eens door te gaan. Dan kun je dus inderdaad gewoon 24 uur races gaan ontwikkelen. Echt endurance races, 3, 6, 12, 24 uur, het kan gewoon en het gebeurt gewoon. Dat vind ik wel heel gaaf. Thank you.
Maar qua tijden ben ik niet meer zo vast. Niet eens in de eerste twee uur. Dus ben ik gewoon constant een beetje op dezelfde tijden. Ik zit nu gewoon steeds 1,53, net als wat hoger. Dus wat dat dan is, maakt ook niet uit. Verrem ik me toch bijna, jongens. Nou, bijna. Ik verrem me gewoon. Agressievere stijl aan moet gaan nemen. Voor ons zijn inmiddels Gio Vanelay. Daar bouwt zich Gini een BMW. Die gaat niet zo goed, die liggen achteraan. Dus we gaan hem eronder zetten. Gaining on the car heading sector 1. Een half uur te gaan. Dus die zal elk met een blauwe vlag krijgen. Dat hier iemand die een ronde ogen ligt langs moet laten. Daar is hij al. Dat zou hij niet hier doen. Ik denk dat hij dat voor een parabolica zal doen. Als ik dicht genoeg bij kom. Oh, je doet wel hier, oké. Okay. Dat ging maar net goed dan.
blijven in het zicht van die Hutchinson. Oh nee. Dat was iets te veel van het dobbeltje. Ik merk wel dat ik hem veel makkelijker kan vangen met dit stuur. Vorige stuur had ik een veel kleinere steerlok. Dus als je dan met wat je een normale uitslag zou vinden om hem op te vangen vanuit een startende draai, een spartende spin, was met dit stuur, dat stuur eigenlijk gewoon te veel. Dus spin ik de andere kant op. Met dit stuur gaat het wel beter. Trots ik weer wat meer in mijn element kom qua rondetijden. Te laat natuurlijk, maar ach. Dat is een mooie tijd. Voor mij althans. Ook een tijd waarmee je langzaam een beetje in kan gaan lopen. Maar dat mag niet zo zijn. Het is allemaal vrij gelijk om me heen. En uiteindelijk komt het neer op oefenen, 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 trainen, trainen, trainen. In practices, in kwalificaties, in races. En zomaar te zien wat je kan met je auto. En met je hardware. Nou jongens. Rommelig, rommelig, rommelig. Hup, kost je een seconde, anderhalf.
Dan denk ik dus dat ik nog trail breek, dat ik nog rem, dat ik nog kracht zet. Maar dan zit ik dus gewoon eigenlijk, ben ik niet meer aan het remmen. Ik zag het even vluchtig in de ooghoek. Dat is finesse natuurlijk, maar als je denkt dat je remt, maar je remt niet, ja, dan hou je aan die bocht niet. Ik merk ook dat mijn pedalen ondanks anti-slip pads een beetje willen gaan bewegen met de kracht die ik zet. Dus daar moet ik ook wat op verzinnen. Het zal wat vaster op de grond blijven liggen. Ideaal is natuurlijk zijn race tool, maar ik heb er ook in uur 1 gezet, dat kan ik hier eigenlijk gewoon niet kwijt. Weet je, dit is ook mijn werkkamer. Zeker met het hele lockdown thuiswerk gebeuren. Ik werk al meer dan een jaar thuis, dus dat, ik kan niet en een race tool en hier een werkplek van maken. Dat gaat niet worden. Dat gaat niet passen. Redelijk consistent in mijn tijden, maar eigenlijk zou ik het sneller willen hebben. Ik zal de release notes eens terugkijken wat ze met die AI hebben gedaan de afgelopen updates. Want ik heb het idee dat die dus gewoon sneller is geworden. Tot voor kort reed ik standaard op AI 93. Sinds de GT4 uitgekomen is, rijd ik op 93. En dan kan ik eigenlijk altijd wel goed meenemen en zonder gekke fouten, of al te veel gekke fouten, reinig ik wel in de top 10. Dus het verbaast mij een beetje. Dat met AI 93, dat ik eigenlijk niet vooruit kom terwijl ik, nou je zegt, in het midden van de pack zit. 18 van de 27. Ik knade wel wat hier en daar. Ik zie dat Pierce en Osborne en Hutchinson die ik voor me heb zitten, dat die wel een klein beetje dichterbij komen. Dat ik die een klein beetje nader. Jongens.
Dit kost zoveel tijd nu. Iets te vroeg op het gas in de parabolica, dit hele lange rechte stuk. Mis ik nu snelheid. Slordig. Ik denk nog een beetje winst uit te halen om over die curbs, om die ruggen heen te gaan. Sausage curbs, maar eigenlijk moet ik beter weten. Maar de heuvel is nu nog het stukje trailbreken. Een klein beetje rem geven wanneer ik een bocht inga. Dus niet voor een bocht, maar voor de bocht ingaan. Tot aan ongeveer de helft van de bocht. Waarna je eigenlijk weer langzaam gas begint te geven. Dat stukje, ik geef wel druk op mijn rem. Maar volgens mij is dat gewoon niet genoeg om maar 10-15% remdruk te krijgen. Dus ik moet er ook even terugkijken straks. Hier dus ook, ik ga dus gewoon uit omdat ik niet goed genoeg rem. En ik heb dat ding er wel bij gezet, die hut. Rechts onderin. Maar ik kan niet en daarop letten. En op de weg voor me. Dus ik weet ook weer waarom ik die altijd uit heb. Het is meer voor lering en vermaak voor mensen die in YouTube kijken. Als ik hem opneem. Dan voor mezelf. Voor mezelf zit hij eigenlijk in de weg. Eigenlijk staat die veer gewoon te stijf. Dan zal die over tijd wel wat slijten en een beetje wat fijner worden. Iets meer dan 13 minuten voor het eind van de race. En ik leg me erbij neer dat ik 18e word. En ik zie zelfs dat de nummer 1 me bijna mijn ronde gaat zetten. Nou, dat overkomt me zeer zelden. Ik zie nu 11 seconden achter me, 11,5 seconden. Stomme is ook, en dat vind ik het enige nadeel van offline racen. De AI in ACC werkt via een percentage. Dus die zet je op een aantal percentage van het, nou zeg maar, het werkelijke level. Dus als ik hem op 93 zet, is dat zeg maar 93% van wat de echte real world drivers rijden. Het probleem is, het ene track is het andere niet. En de ene auto is de andere niet. Dus sommige tracks liggen je heel goed. En dan rijd je dus met twee vingers in je neus weg. Dan win je dus met grote overmacht, wat eigenlijk niet leuk is. Of je hebt races als deze, waarbij je eigenlijk denkt van, nou, dit moet ik gewoon... Ik moet gewoon lekker mee kunnen doen.
voor de top 10. Top 10 is voor mij gewoon mijn goal. En dan merk je dat je eigenlijk er niet aan te pas komt. Je blijft gelijk qua snelheid met de rest. Klein beetje weggereden door de eerste topmensen. En als je een foutje maakt, ben je eigenlijk gewoon klaar. Ben je gezien voor de rest van de race. Dat is natuurlijk in het echte leven ook zo. Maar het is ook een game. Moet ook leuk zijn. Maar ik weet zeker, als ik hem 1% lager had gezet, 92%, dat ik van iedereen fluitend weg was gereden. En dat is ook weer niet leuk. Want het is wel een race game. Je wil racen. Je wil niet racen, is ook een strijd. Presteren tegenover de ander. Dus ik ga weer eens nazoeken hoe dat zit. Want in feite, als de nummer 1, de nummer 12 Porsche, Patrick Pilet, die nu op 10,9 seconden achter me ligt, tijden rijdt die zoveel sneller zijn dan mij, waarom heeft hij zich dan niet op die tijden gekwalificeerd? Kwalificeren gebeurt immers met weinig brandstof, hè? Maximale effort. Risico's die mensen even een kwartiertje nemen of een half uurtje nemen, meestal een kwartier volgens mij in real life ook, om een snelste tijd neer te zetten. Hoe kan het dan dat die snelste tijd niet maakt in kwalificatie, maar met gemak consistent neerzet in een race? Met 120 liter brandstof van boord. Bijzonder. Even te kijken en ik zie inderdaad, ook al geef ik remdruk, geef ik kracht, zie ik gewoon dat mijn rem niet oploopt. Dus trailbreaking is echt iets wat ik in moet slijpen. Ik moet meer druk geven nog met de rem als ik een bocht inga. Dat ben ik natuurlijk niet gewend. Op mijn oude pedaal had ik bij lange na niet zo'n sterke veer. Oude rempedaal. Het is allemaal slordig, deze bochtencombinaties. Het is niet vloeiend, het is niet zoals het hoort. Ik heb beter gedaan, zeg maar. Zeker trailbreak is van belang, want dat betekent dat je op de rechtere stukken, dat je voor een bocht, dat je wat later kan remmen. En omdat je nog een klein beetje remt in de bocht, door de gewichtsverdeling die naar voren schuift door het remmen, zit er meer druk op je voorwielen. Waardoor je je bocht ook wat beter maakt en dus sneller door je bocht heen kan zijn. En sneller door je bocht betekent ook sneller op het rechte stuk erachter en dus eerder wat gas.
scheren nog een stukje van de tijd af. Nou, met nog iets meer dan 5 minuten te gaan, denk ik dat dit het is. 18e. Kijk, en als ik van mijn rem af ga, denk ik dus ook van, nou weet je, ik rem nog een beetje. Maar dat doe ik dus al niet meer als ik die bocht inga. Dus ik glijd er gewoon een beetje uit. Ik krijg heel slordig bochtengedrag. Met name bij dat soort chicanes. En zo'n bocht als de Lesmos hier, komt wel goed. Simpel. Rem een stukje ervoor, draai de bocht in, laat je rem los, laat rollen, geef gas, rij weer weg. Zo met Ascari hier gaat het ook nog wel, want dit is een wat snellere. Dus hier hoef ik niet meer te remmen. Parabolica is wel wat lastiger, want die knijpt een beetje. En dan wordt hij vanzelf weer sneller. Dus je moet hier gewoon een beetje trail breken. En dan let ik op het grafiekje. Maar dan zie je wat er gebeurt. Dan meteen een seconde op je tijd, omdat je niet oplet. Nee. Dus die hut met snelheid en gears en dergelijke, ik heb het gezien, het is mooi, maar die gaat weg. Leuk om straks terug te kijken. Maar ik denk dat ik aardig beeld heb van wat er gebeurt. Namelijk dat ik gewoon geen trailbreking heb. Of niet genoeg in ieder geval. Patrick Pilet ook, de nummer 1. Die lag net 11 seconden achter me, nu 10. Dus je rijdt dus tijden die vergelijkbaar zijn met de top. Met AI 93. Ik rem nu gewoon niet. Dit is het gewoon. Ik moet meer druk geven. Zelfs een minimale remdruk vereist gewoon meer kracht dan wat ik nu geef. Dus daar moet ik de komende tijd echt aan werken. En dan word ik weer sneller. Dat is het mooie aan simracen, je leert er zoveel van. Je leert jezelf verbeteren, dat is wel, ik vind het ook wel gaaf. Consoles, PlayStations, Xboxen en snelle shooters, het is niet zo snel aan mij besteed. Dat is een lekker moment. Mijn pedalen beginnen nu te schuiven. Gaat het de hele race goed? Daar moet ik dus wel wat voor gaan verzinnen. Je ziet het natuurlijk niet, maar ik kan je vertellen, mijn rempedaal zit nu schuin. De hele pedalenset zit schuin. Ik probeer hem een beetje recht te schuiven nu.
Kijk, dit was een mooi trailbreken. Niet dat je terug ziet in de tijd, maar... Ik voelde dat dit oké zat. Waarmee de force feedback dus gewoon heel goed is. Eerlijk is eerlijk. Sommige mensen vinden de Logitech-stuur een beetje zwak qua force feedback. Ik vind het eigenlijk goed, want ik hoef geen ruk uit mijn handen krachten. Ik wil gewoon voelen wat mijn auto doet. Als het gaat om pumps, als het gaat om terrein, grip op je wielen of het vermissen van grip. De remmodulering beter krijg, dan denk ik dat ik zo per circuit een seconde eraf kan rijden. Want de winst is dan per bocht. Simpel. Neem als gemiddelde even 2/10 winst per bocht. Later inremmen en betere exit. Dus 1/10 per stuk. Om circuit als Monza met 7 bochten is dat 1,4 seconden. Per ronde erbij, of eraf, zo je wil. En dit is de finish. De 3 uur van Monza. Laten we eens kijken. Nou, we zijn dus wel de eerste van de Pro-Am geworden. Dat is dan wel weer leuk. Als ik naar zijn rondetijden kijk. 52-0, 52-0, 51, 54. Het verschilt niet veel voor mij, hè? Daar gaat zitten, prima. Je ziet wat de verschillen. Hier ben ik een paar keer buiten de baan gegaan. Kost wat tijd. 52-53 zit ik gewoon op. Pro-Am. Met mooie beelden van de Aston Martin. Pro-Am winners 95 laps. En overal 18e. Dit was de race. Ik heb genoeg geleerd over mijn stuurtje en mijn pedalen. Genoeg om nog verder te leren om weer beter te worden. Dank voor het volgen, dank voor het kijken. En wellicht tot ziens.